Zo maak je zelf koudgerookte zalm. We maken een droge pekel van 1 deel bruine bastardsuiker en 2 delen zout. We mengen dat met jeneverbessen en laurierbladeren. We gooien de pekel onder en op de zalm en laten het een uur of 10-12 pekelen. Na het pekelen was je de zalmzijde goed af, dep je hem droog en laat je hem vervolgens nog een uur of 10-12 indrogen in de koeling. Je vult je koude rookgenerator met rookmot en wij gebruiken een appelhout. Zet je koude rookgenerator indirect van de zalm en laten we roken voor circa 10 à 12 uur. Nu we toch aan het roken zijn, leg eens wat blokjes jonge kaas in je barbecue voor een minuut of 5 en rook die lekker mee. Zo maak je heel eenvoudig je eigen rookkaas. Heerlijk! Vervolgens laat je je zalmzijde een uur of 10 in de koeling liggen, zodat de rooksmaak mooi door de zalm trekt. En dan is het genieten.